De Eindhovense Sterrenwacht bestaat dit jaar 75 jaar. Afgelopen weekend werd het jubileum gevierd in en rond het gebouw in het Stadswandelpark. Het is 75 jaar geleden een cadeautje geweest van de familie Philips aan de stad Eindhoven. En dat wordt nog steeds draaiend gehouden. Dus 100% vrijwilligers, bijna geen subsidie. Dus we doen dat op een heel klein budget. Maar ja, en toch, net als zo'n dag als vandaag, we laten heel veel kinderen, heel veel volwassenen voor het eerste sterrenhemel zien. Zo'n 800 bezoekers kwamen naar het park om het feestje mee te vieren. En ook astronaut André Kuipers kwam speciaal voor de gelegenheid naar Eindhoven. Hij onderstreept het belang van een observatorium zoals deze sterrenwacht. Ja, sterrenkunde is zeg maar de oudste wetenschap die er is. Het is zo'n goed om te weten waar je in bevindt. Hè. Hoe mensen kijken niet meer omhoog, beseffen niet meer dat wij in een zonnestelsel zitten en een onderdeel zijn van het heelal. En astronomie dat is een hele boeiende wetenschap voor kinderen. Het trekt mensen aan, het is mysterieus. En het is een hele leuke manier om jeugd te enthousiasmeren voor wetenschap. Ter gelegenheid van het jubileum werd ook een speciale app gelanceerd. Daarmee kun je in het Stadswandelpark van alles leren over de sterren en het heelal. En wat je krijgt als je die app opent is het camerabeeld van het cameraatje in je smartphone of in je tablet, waar we dan bij iedere lantaarnpaal hier in het Stadswandelpark een plaatje toegevoegd hebben. Dus je krijgt een soort van toegevoegde werkelijkheid aan je camerabeeld. En dat is een beetje afhankelijk van waar je staat. Kan dat Saturnus met de ringen van Saturnus zijn. En zo hebben we zo alles bij elkaar, iets van 40 plaatjes. Die je kan bekijken op je app en die kun je ook aanraken. En dan volgt er wat informatie over. Dit is een hele leuke manier, want de jeugd is natuurlijk met nieuwe technologieën bezig. En dat wordt hier gebruikt. Dus ik vind het een hele goede manier om het op die manier onder de aandacht te brengen. Ik wou hierbij de eerste virtuele ruimtewandeling in het park openen. Woehoe! Veel plezier! U heeft iets gevonden, geloof ik, mevrouw, of niet? Ja, we hebben Neil Armstrong gevonden. En dat is wel heel leuk natuurlijk, om met die meiden op de foto te gaan. Ja, hoe vindt u de app? Heel erg leuk. Hij doet het ook heel goed. Fantastisch. Ja. En het is leuk om te zien dat je het inderdaad ook meteen de foto's mee kunt maken. Ja. Dus niet alleen kun je de dingen vinden, maar dat maakt het ook wel heel erg leuk. Omdat het is zo leuk, want je kan allemaal andere dingen zien die je van met je normale ogen niet kan zien zo. Maar nu wel met je telefoon. Dat is wel leuk. De app Ruimtewandelen in het park is te downloaden in de Apple App Store en Google Play.